Degradatie is natuurlijk een sportief drama. In hoeverre betekent dat ook een financieel drama? Ja, dat gaat wel één op één met elkaar hand in hand helaas. Dat scheelt zo'n 30% aan inkomsten. Nou, dat kun je wel in een bedrijf zou je dat wel een drama mogen noemen. Een omzetdaling van 30%. En dat zie je niet anders. Ja, wat betekent deze degradatie voor medewerkers en spelersgroep? Nou, ten eerste heel veel verdriet en emotie. Want werken bij zo'n club brengt er ook met zich mee dat weer net iets anders werkt dan, ik denk, een reguliere werkgever. Mensen zitten hier met een dusdanige loyaliteit en zijn ook meestal supporter van de club. Dus dat hakt er wel in. In bezetting betekent dat we gewoon ook eens kritisch naar de samenstelling van onze spelersgroep moeten kijken. Er zijn natuurlijk een aantal contracten die aflopen. Er zijn een aantal spelers waar we eens naar gaan kijken hoe passen die nou in het profiel van hoe we willen spelen in de aankomende seizoenen. En voor het kantoorpersoneel heeft het hele andere implicaties. Want dat betekent dat we zo'n 50% van onze huidige bezetting verliezen. En dat is, dat is zeer pijnlijk. Ja. Ja, de term was al even gevallen van een mogelijk overbruggingsjaar. Wat kunt u daarover zeggen? Ja, overbruggingsjaar. Kijk, uiteindelijk houden wij met onze daling van onze inkomsten nog steeds voor een Jupiler League begroting een vrij solide begroting over. We gaan goed kijken hoe we de bezetting zo neer kunnen zetten dat we zo snel mogelijk terugkeren. Bij voorkeur meteen volgend seizoen. Maar daar zullen we ook gewoon in vooral ook het technisch beleid goed moeten evalueren wat er nou precies gebeurd is. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat de beschikbare middelen die we hebben zo ingezet worden dat ook zichtbaar is op het veld. Het worden nog pittige maanden? Ja, ik heb geen vakantie geboekt. Nee, dit wordt wel mei, juni, juli worden wel tot de start van de competitie. Misschien ga ik hier en daar nog een keer een week weg. Maar ja, het hele omzetten van de organisatie naar een andere omgeving, ook een kleinere omgeving. Dat vergt alle energie en aandacht. Ja, en we willen natuurlijk bij de eerste training wel weer verschijnen met een goede selectie.